Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 22 april 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Vandaag een dag zonder SSTV en zonder data, wel is er morsecode. Tepper heeft de presentaties voor haar Dayton Digital Forum op de Hamvention van dit jaar bekendgemaakt. Onderwerpen zullen onder andere zijn SatNox, een netwerk van open source satellietgrondstations, HamOne, een hamnet-achtig netwerk in de regio van de Puget Sound en Seattle in het noordwesten van de VS, en SDR, en dan met name Spectrum Monitoring met SDR. Het Digital Forum wordt gehouden op de Hamvention op vrijdag 20 mei van dit jaar. SWElling.com heeft een artikel met foto's en videomateriaal van de FS-5000, een apparaat dat tijdens de Koude Oorlog door spionnen werd gebruikt. Auteur van het artikel, Cypher Guerrilla, heeft kennelijk een nog fabrieksnieuw apparaat in handen gekregen. Op de site SWLING.com dus, in de nieuwsrubriek. Op de site amateurradio.com staat een erg leuke Morse trainer voor Android. Morse Trainer for Ham Radio heet het ding en hij is verkrijgbaar in de Android App Store. De Android Play App Store moet ik zeggen. Het gebruikersinterface ziet er in elk geval fantastisch uit. Morse Trainer for Ham Radio op amateurradio.com dus. Je ziet dit soort berichten gelukkig niet vaak, maar etherpiraten.com meldt dat vorig weekend een 34-jarige man uit Hengelo is aangehouden omdat hij verdacht wordt van mishandeling van een inspecteur opsporing clandestine zenders van agentschap Telecom. Het betroffen geval op zondag 17 april in Langeveen, waarbij twee inspecteurs van AT in een boom bij een woning een antenne waarnamen. Toen de inspecteurs bij de antenne gingen kijken, kwamen er vier mannen hun richting uit. De inspecteurs vertelden wie ze waren en wat ze kwamen doen en meldden tevens dat ze alleen kwamen kijken en niets in beslag wilden nemen. Een van de mannen nam direct een dreigende houding aan en riep met gebalde vuisten dreigende taal. De AT-mensen gingen daarbij weg, maar nadat eerst een paar klappen werden ontweken, werd een 60-jarige inspecteur alsnog in het gezicht geraakt. De gealarmeerde politie arresteerde de 34-jarige man. Bij verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak wordt er altijd extra streng opgetreden, zowel strafrechtelijk als financieel, en eist het Openbaar Ministerie extra hoge straffen. Vandaag weer een keertje een micronatieverhaal. Bij micronaties is er altijd sprake van uiterst kleurrijke en excentrieke figuren. Ik bedoel maar, wie had het anders in zijn hoofd om niet alleen de onafhankelijkheid uit te roepen, maar ook om zichzelf tegelijkertijd tot staatshoofd, prins of zelfs koning uit te roepen. Stuart Hill is een kleurrijke figuur. In 2001 bouwde de toen 58-jarige Hill een grote roeiboot om tot een, in zijn ogen, zeewaardig schip. De Maximum Exposure, maximale publiciteit, compleet met surfplankzeil als aandrijving. Hij wilde met het slechts 4,6 meter lange bootje rond Engeland varen om geld voor een liefdadig doel in te zamelen. Volgens diverse experts was het plan vanaf het begin gedoemd om te mislukken. Het schip was gewoonweg niet geschikt voor het door Hill beoogde doel. Hij begon zijn tocht een maand te laat. De hars die hij gebruikte voor het behandelen van zijn boot bezorgde hem een allergische reactie die hem ruim 4 weken lang belette te vertrekken. Al enkele minuten na zijn vertrek, eind mei op de rivier Stour, niet zo heel ver bij Sealand vandaan, kwam Hill in aanvaring met een andere boot. Maar hij liet zich door de averij niet hinderen en in 6 dagen tijd legde hij vervolgens zo'n 100 mijl af. Op dat moment ging het opnieuw mis, een boos voorteken van wat er nog zou komen. In dat geval was de van een surfplank afkomstige zeilmast van het bootje gespleten. En Hill moest door de kustwacht een haven worden binnengesleept. Hij was nog niet aan wal of hij begon t-shirts te verkopen om zijn actie te ondersteunen. Waarbij hij prompt gearresteerd werd omdat hij niet over de vereiste vergunningen beschikte. Na 3 weken was de schade gerepareerd en met de slechtst denkbare weersvoorspelling op zak zet hij opnieuw koers richting het ruimes op. Het duurde door het noodweer 3 dagen voordat hij slechts 3 mijl was opgeschoten. Ongevraagd schoten een reddingsboot en een helikopter hem te hulp, waarbij Hull liet weten dat hij niet op enige hulp zat te wachten. En tegen het advies van de hulpverleners in volhardde hij in de voortzetting van zijn tocht. In de dagen daarop kregen de hulpdiensten diverse verontruste telefoontjes van mensen aan de kust die ervan uitgingen dat Hill op het punt stond om te vergaan. Korte tijd later ondernamen kustwacht en reddingsdiensten alsnog diverse pogingen om Hill, wiens boot inmiddels door een groot gat lek was geraakt, waardoor ook de marifoon het niet meer deed, uit het kolkende water te redden. Hill bleef daarbij halstarrig iedere vorm van hulpverlening weigeren. Uiteindelijk moest hij na dagen toegeven dat de boot waarvan hij zei dat die onzinkbaar was, inmiddels zo'n groot gat in de romp had dat doorgaan zinloos was.
Wat hem het duwtje gaf, was de mededeling dat alle reddingsacties voor hem inmiddels een fortuin gekost hadden. Niettemin bleef het bootje drijven terwijl het naar het strand van Cromer werd gesleept, nog altijd slechts zo'n 100 kilometer noordelijk van waar hij was begonnen. Bij het daarna zelfstandig naar de haven varen van de Maximum Exposure veroorzaakte hij opnieuw grote commotie bij de hulpdiensten door zonder functionele marifoon rondjes te gaan varen in een van de drukste scheepvaartroutes rond Engeland. Iets later tijdens zijn tocht voer hij overigens een verboden zone binnen die door tornadobommenwerpers van de RAF gebruikt werd om met scherpe munitie te oefenen. Toch bracht de barre tocht heel nog tot bij de Shetland-eilanden, waar zijn schuitje in de 7 meter hoge golven zo'n 80 kilometer ten westen van de eilanden uiteindelijk kapseisde. Het lukte hem niettemin van onder het op de kop liggende scheepje met zijn satelliettelefoon de hulpdiensten te waarschuwen. Het duurde vervolgens een uur voordat hij uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Het was inmiddels augustus. In het ziekenhuis waar hij een nacht moest blijven en voor onderkoeling werd behandeld, vertelde hij zo spoedig mogelijk zijn tocht te willen hervatten. Een dag later vertelde hij spijt te hebben gehad de hulpdiensten te hebben ingeschakeld. Hij had het onder de boot waar hij was makkelijk tot de volgende ochtend kunnen uitzingen. En als het weer dan was opgeklaard, had hij door zichzelf uit de misère te verlossen de wereld nog wel eens wat laten zien hoe zo'n kleine man toch tot zulke grote dingen in staat was. Volgens de hulpdiensten had hij echter extreme mazzel gehad het avontuur te hebben overleefd. Ook het kritiek achteraf dat zijn actie de hulpdiensten heel veel meer geld hadden gekost dan zijn inzameling ooit had opgeleverd, wuifde hij weg. Hulpdiensten zijn er nu eenmaal om te gebruiken en alle extra kosten die er gemaakt zijn betreffen hooguit de dieselolie, zo stelde Hill. Het hele drama leverde hem in de Engelse pers de bijnaam Captain Calamity op, kapitein de rampzaligheid. In september 2008, toen hij al aan het hoofd stond van zijn eigen micronatie, werd hij nabij Shetland opnieuw gered van een vaartuig gemaakt van triplex. Dat door mensen die het gezien hadden als bouwval werd beschreven of als drijvende kledingkast. Zonder radioapparatuur of zwemvest werd hij in zwaar weer gered uit een van de gevaarlijkste wateren van het Verenigd Koninkrijk, nadat hij via zijn mobieltje de hulpdiensten had gewaarschuwd. Volgens de hulpdiensten was na dat eerste telefoongesprek de batterij van het mobieltje van Hill leeg geweest. Toen hij aan wal ging, liet Hill de toegestroomde journalisten weten dat hij hoopte dat hij zijn boot nog kon bergen en dat hij zeker van plan was om hem nogmaals te gebruiken. Na zijn debakel in 2001, waarbij zijn volgens vele onzeewaardige scheepje kapseisde, bleef Stuart Hill op Shetland wonen. Hij voerde er in de jaren daarop actie, omdat Shetland lang geleden onterecht bij het Verenigd Koninkrijk zou zijn gevoegd. De eilanden, die in die tijd een provincie van Noorwegen waren, werden in 1468 zonder medeweten van de Noorse koning door de Schotse koning van de koning van Denemarken gepacht. Met deze argumenten in handen en handig inspelend op de politieke sentimenten van dat moment stichtte Stuart Hill in 2008 dus zijn eigen landje Vorwijk, dat tot op de dag van vandaag dus bestaat. De regeringswebsite van de soevereine staat van Vorwijk is te vinden op www.forvik.com. www.forvik.com. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht. Vanavond op PI3 UTR. Vanaf 10:30 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes.